Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video van FIFA Match. We zijn er weer bij. Oké, de match valt nu tegen Sektor Brugge. En als we deze match winnen, dan zijn we gewoon kampioen. Dat is echt ongelooflijk natuurlijk. Maar dan worden we echt al kampioen. Dus we beginnen met Hercules met een normale opstelling. En ja, Anderlecht begint wel goed. Maar ja, ik zit er al meteen in. Dat klopt binnen. Ongelooflijk, we staan 1-0 voor. Dus als het nu zo doorgaat, zijn we gewoon kampioen van de Jupiler Pro League. Oké, vorige video hadden we echt twee slechte matchen gespeeld tegen Henk. Het was echt niet goed. Het was echt niet goed. Vorige keer tegen Sekme. Tegen Henk en tegen Hent was natuurlijk niet goed. Maar voorheen hadden we alle geen matchen van de PF1 gewonnen natuurlijk. Dus als we deze match nu winnen tegen Sekkerbrugge, zijn we gewoon Jupiler Pro League kampioen. Standaard had bijna heel de competitie voorsprong, had bijna heel de competitie de leider plaatsen. Dus staat 1-1, Anderlecht Sekkerbrugge. Kan Standaard ons nog inhalen of eventueel Racing Henk? Je weet het natuurlijk niet, maar het kan natuurlijk altijd. Oké, nu staat het 1-1 en zijn we geen kampioen meer. Amuzu met zijn sprintsnelheid is zodanig snel als Champong. Als Champong schiet! Goal! En we gaan rusten met een 2-1 voorsprong tegen Sekkerbrugge. Dus momenteel 45 minuten van het eindsignaal zijn we kampioen. Oké, daar gaat Sekkerbrugge weer. Dat is een probleem natuurlijk voor die dijkmaker te maken. En de aanval Sekkerbrugge! Oh, die zit erin! What the fuck? Het is 2-2. Wat een spijtige zaak. En nu zijn we toch geen kampioen meer. Kan het nog mislopen? Kan het nog verkeerd aflopen, Anderlecht? En die bal, oh, dat is de sliding van Borno. Is dat de rode kaart? Ik weet niet waarom dat ik dat deed. Het was misschien een onbewuste actie. Rode kaart voor Borno. Oh my god. Sorry, ik zit net te lachen. Rode kaart voor Borno. Dat is echt ongelooflijk. Ik zie echt in de herhaling. En dit is echt slecht. Sekkerbrugge. Oh, bijna die 2-3 voor Sekkerbrugge. Stel je voor, Anderlecht. We zijn zo dicht bij de titel. Zo dicht bij de titel 5 staat ze met Amuzu afgeblokt. Weer een mooie kans voor Anderlecht. Maar Amuzu kan niet tot zijn eindschot komen natuurlijk. Als Champong. Amuzu, ja, die bal gaat ernaast. Maar we proberen natuurlijk. We zetten alles op alles voor die overwinning. Voor die titel. Wie? Ja, schiet hem hoog over. Och. Spijtige zaak. We zitten met een draak. Sekkerbrugge. Overtreding. Bij trap voor Sekkerbrugge. Is dat rood voor Kabout? Gaan we nog met 9 man staan in de laatste 15 minuten? Deze Sekkerbrugge maakt de titel al heel ver weg, want we zijn nu momenteel met een gelijk spel bezig. En nee, het is geen kaart. Oké, die Matta erin, als je Pong eruit. Oh, die gaat erover. Die Matta zorgt natuurlijk voor meer diversiteit in het elftal en voor meer aanspeelmogelijkheden. Oh, die bal. Sekkerbrugge op die Doema. Sekkerbrugge is dicht bij die 2-3. Een verlies is de titel. Is dat nog niet zeker? Hè? We zitten in de laatste 6 minuten. Sekkerbrugge, de ene kans na de andere. What the fuck, hoeks op Sekkerbrugge. En die bal gaat dan weg. Die is bijna uit. Sekkerbrugge nog met de hoekschop. En wat gebeurt er met die bal? Sekkerbrugge aan de bal. Nee. Die bal weg. Ja. Die Matta heeft de bal. Daarvoor heb ik hem ingebracht natuurlijk. Die Matta alleen voor het goal. Die Matta met nog 3 spelers van Sekkerbrugge in aanval. Die Matta. En die speelt die door. Dat is de sliding, maar die speelt die bal door. Ongelooflijk. Die Matta alleen voor het goal. Ja, die Matta met de voorzet. Esquerdo schiet, goal! Oh, man! 3-2, Anderlecht kampioen! In de laatste seconde van de match! Kampioen gewoon en ik ben trots en ik ben blij dat dit is gelukt natuurlijk. Eerst keer nu in de laatste seconde en nu gaat er worden afgefloten en er is afgefloten. We winnen deze match en we zijn kampioen. Geniet van dit filmpje. Tot in de volgende video, daar wordt de afscheid van. We zijn kampioen. Anderlecht, Jupiler Pro League, FIFA Match. Yo. The joy amongst those players.
best. They've worked long and hard, haven't they, over the course of the last 9 months or so, and boy, they deserve it. These are special moments for a very successful team. Congratulations to them. Wonderful scenes of joy here. No wonder they're milking the moment. Want to make absolutely the most of this. Well, they're a tougher team, aren't they? They stuck together, defended really well in this competition and snatched the goal. The vital time, so fully deserved winners. There they go. They are the champions. Part of a very special day, this, isn't it? We go and share the moment with the supporters. Yeah, and I know the family up in the stands too. It's one of those days you do not forget in a hurry. Brilliant scenes here. Well, you have to have the team photo, and they're getting ready for it now. Yeah, one of those lovely scenes that you'll hang on the wall back at home.